Laat ik beginnen. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ik denk dat het heerlijk is om in zo'n stadion vol met Argentijnen te winnen van de Argentijnen. Dus mooie avond. Ik mag jou niet alleen feliciteren met de overwinning. Nee, ik heb ook mijn eerste goal gemaakt. Na 46 interlands eindelijk. Mijn eerste goal, ja. Je bent goed op de hoogte inderdaad. Ja, 46 interlands. Ja, klopt. Voor de bespreking schrijven wij in ons boekje hoeveelste interland het is. Dus vandaar dat ik het wist. En ik weet natuurlijk mijn eerste goal, dat snap ik wel. Want ik had er nog geen gemaakt. Nou, mooi ja. En het was ook wel een hele belangrijke, hè, op aangeven van Matla die hier naast je staat. Ja, klopt. We hadden de corner zo afgesproken en Marley en Laurien geven ook aan, maar die stonden er allebei niet in. Dus toen ging ik aangeven, toen dacht ik, oeh, hij komt op mij. Maar we hadden het van tevoren besproken, we wisten wat de keep ging doen en ik dacht niet na, ik deed het gewoon. Nou, hartstikke mooi. Was het spektakel van wat je er verwacht had, Argentinië hier thuis? Ja, nou, ik heb verhalen gehoord dat ze echt heel erg tegen ons zouden zijn en echt 60 minuten lang ons helemaal af zouden maken. Dat vond ik wel meevallen, maar bij het volkslied en zo, dat was wel heel mooi en al dat applaus. En ze maken hier wel iets van, dat zeker, ja. Ja, een prachtige locatie voor jouw debuut hier thuis in Argentinië. Ja, het was echt onwijs gaaf, ja. De dames hadden je natuurlijk veel verteld over hoe dat zou zijn. Was het die heksenketel die jij verwacht had? Ja, misschien nog wel erger dan dat je je kan voorstellen van tevoren. Extra mooi om dan hier denk ik meteen die eerste overwinning te pakken. Ja, echt heel gaaf. Ja, je kan niks anders maar maken. Ja, besef je hoe bijzonder het is? Want het is natuurlijk wel, ik zou willen zeggen dat dit misschien wel een van de pittigste wedstrijden is van die hele Pro League. Besef je dat een beetje? Ja, ik denk dat het wel nog moet indalen, maar je denkt er ook van tevoren wel over na. En je beseft het wel een beetje, maar ik denk nog niet helemaal. De afgekeurde goal, ik begreep van mijn collega's dat het jouw stik nog was die ertussen zat. Ja, zij sloeg hem de cirkel in van buiten de 23 en toen kwam ik ervoor en ik tipte hem zelf in. Maar ja, ik dacht, shit, nu moet ik dat tegen iedereen gaan zeggen, want ik was het. En dadelijk raakt zijn per ongeluk uit toch nog ergens wel aan. Dus ik zo, ik raakte hem volgens mij. Toen zei ze, weet je zeker? Ik zo, ja, zeker. En toen liep ik zo naar de scheids, heel onzeker. Video. Maar gelukkig kregen we hem en ik was best wel overtuigd dus. Ja, nou, dat is wel een mooi moment dus. Want dus mede door jou een belangrijke goal. En dan dus ook nog een belangrijk moment waardoor dus de goal wordt afgekeurd. Ja, vooral door ons goede spel van heel team natuurlijk. Ben je tevreden met je spel, hoe je gespeeld hebt vandaag? Ja. Het kan altijd beter, maar voor een eerste interland ben ik zeker tevreden. Ja. En denk je dat Allison vanuit de dugout hetzelfde gevoel heeft? Poeh, dat durf ik niet zeggen. Laten we hopen van wel, toch? Ja. Want ik heb mij al laten vertellen dat wij weten nog niet wie er meegaat naar China. Jullie weten dat al wel? Ja, dat klopt. Ja. En dan hou jij braaf de lippen stijf op elkaar. Ja. Ja. Volgende stop China. Ja, klopt. Dag thuis en dan gaan ze naar China. Ja, klopt. En jij weet zelf al of je erbij bent, maar je mag het mij nog niet vertellen, denk ik. Dat is zeker zo, ja. Jammer. Beetje moeilijk nu, ja. Nou, dan zal ik het jou niet lastiger maken dan het is. Nou, dan hoop ik dat je er in China bij bent en wens ik jou gewoon een hele fijne terugvlucht. Ja, super bedankt. Dankjewel. Je staat hier hartstikke rustig, hartstikke bekoeld. Denk wel heel trots. Ja, zeker. Ja. Er is geen shirtje geruild. Je was niet zo onder de indruk dat je dacht, Delphine staat naast je. Ik dacht, daar wil ik nog een shirt mee wisselen. Nee, dat mag niet zomaar. Nee, helaas. Dat mag niet zomaar? Nee, volgens mij mag je niet zomaar een shirt wisselen. Nee. Volgens mij wel hoor. Echt? Ik denk dat het eerste shirt waar je eerst in het land speelt, dat je die ook veel beter zelf kan houden. Inderdaad, dat denk ik ook. Ja. Ik ga jou een hele fijne terugvlucht wensen. Dankjewel.